Goedenavond, mensen van Wolken. Zoals jullie zien op mijn OBS staat carnaval. Ja, wij lopen mee met carnaval. Yeah, carnaval. Ik heb er zin in. Ja, aanstaande zaterdag lopen we mee met de carnavalsoptocht. Maar vanaf nu gaan we even lekker een potje Eurotruck spelen. Zoals jullie zien heb ik het spelletje al gestart. We hebben 4% schade, dus ja, 4%, maar dat valt wel mee. En we hebben, ja, oké, maar we gaan lekker. Even kijken, verdien geld voor je eigen bedrijf met beeld van je eigen materiaal laten en vrachten leveren, etcetera. Maar we gaan een keertje lekker weer ingehuurd worden door een ander bedrijf, dames en heren. We gaan een keertje even kijken waar we dit keer gaan rijden. We gaan een keertje maar in Italië rijden. Zo. Even kijken. We gaan Italië rijden. Met een, even kijken, ja, dat vind ik wel een leuk ritje. Hop, helemaal terug gaan. Ja, we gaan met de carnavalsoptocht mee doen zaterdag, maar we gaan nou lekker Eurotruck spelen, want ja, mijn maatjes, Viva Hollandia en natuurlijk die Dulle van een Eagle Games, die hebben alweer wat video's geüpload. Dus ja, en ik kan natuurlijk niet achterblijven, hè mensen, hallo, doe eens even lekker gezond, hè? Ik kan natuurlijk niet achterblijven op die twee, dus ja, dan maar ook maar weer even een stukje rijden. Dus ja, vandaag deze video op de late avond. Natuurlijk op de latere avond, hoor. Zo laat is het nog, nee? Hé? Zullen we zeggen, zo laat is het nog, nee? Wolf Games, wat zit je allemaal weer te eikelen? Maar ja. Een lekker ritje, lekker ingehuurd worden, kost me toch geen geld. Kost me de mensen die me hebben ingehuurd, ze geld. Voor elke bekeuring en zo. Dus ja, hoppa, gas op die plank, Wolf. Jee. Maar ja. Ik kan niet achterblijven op die twee, hè? Hallo. Kijk hoe lang ik moet, mensen, echt waar, hè? Kijk naar mijn kilometerstand. Ah ja, zoals jullie ook zien, staan mijn webcam in het midden. Want dat heb ik gedaan voor, ja, dat ik ook in mijn andere spiegel kan kijken. Want, ja, die webcam belemmerde eigenlijk mijn zicht van mijn rechtse spiegel. Dus ja, en dat vond ik toch niet zo leuk. Wat ben je allemaal aan het doen, joh? Mijn toetsenbord die is een beetje raar aan het doen. Mijn toetsenbord is een beetje koekoek, geloof ik. Dus ja, oké. Mijn toetsen, oké, ik weet niet wat mijn toetsenbord heeft, maar is een beetje koekoek. Maar ja, ook dat hebben we wel eens nodig. Een koekoek toetsenbord, sorry mensen, achter me, want ik weet echt niet wat ik deed. Ah ja. Ach ja. Zo.
Oh, ik moet deze kant op, natuurlijk, hè? Ik heb een koekoek-koekoek-toetsenbord. Ik heb een koekoek-koekoek-toetsenbord. Het feest kan beginnen. We zijn bij de carnavalsoptocht Piraten. Ja. Van Pirates of the Caribbean. Met Jack Sparrow. En Black Bart. Dus ja, ik ben helemaal in de carnavalsstemming. Ik heb de zin in. Ik rijd een beetje hard de tol binnen. Deur die open en gas, jongens. Het feest kan beginnen, want ik reed een beetje hard de tolweg binnen. We knalden bijna tegen dat. tegen zo'n ding aan. Het feest kan beginnen. Ik ramde bijna de tolweg binnen. Laat die slagboom nu maar staan. Want we gaan nog niet naar huis. Op de weg voel ik me thuis. Ik ben een gek chauffeurtje. Hier achter aan het stuur. Ik rij voor iemand. Dus de bekeuringen zijn niet duur. Ik rij hier op de snelweg. Met een pipo voor mijn neus. En ik toeter en ik knipper, maar hij neemt me niet serieus. Het feest kan beginnen. Och mensen, carnaval. Lekker hoor. Beter, lekker. Zo. Ik ben af en toe de zingende chauffeur. Het moet wel eens kunnen. Kijk, gaat hij weer? Godver. Echt waar, ik weet niet wat mijn toetsenbord heb hoor, mensen. Nou, je hebt een afwijking. Het is een Downy-vrachtwagen. Nou, snap ik het. Je hebt een afwijking naar rechts. Och. Echt waar, hè? Je hebt echt een afwijking naar echt. Echt waar, hoor. En we zijn nog maar pas onderweg, mensen. Echt waar. Ik heb weer een Downy-vrachtwagen, jongens, zeg maar. Het is toch niet te geloven. Ja.
Ja, rijden je dan eens? Pipo, ga rijden. Met zijn gele vrachtwagen. Gele vrachtwagen, ik zeg geel. Ik bedoelde, ik heb. Er rijdt een gele vrachtwagen voor mijn neus. Auto bedoel ik, gele vrachtwagen. Echt waar. Het is laat, mensen, kom maar op. Echt waar, dit heel de video zo. Tolwegen naar tolwegen. Niet dat ik het erg vind hoor. Ik vind tolwegen hartstikke leuk. Maar niet om zelf te rijden. Kost mij weer geld natuurlijk. Kijk, nou gaan we weer. Een scherpe boog. En dan heb ik weer zo Downy vragen. Oh, nou valt het wel mee. Het valt mee. Hey, oké dan. Beter. Maar ja, kunnen we nog verwachten in deze video? Hè? Ik weet het niet, mensen. Ik heb geen idee. Ik laat het maar een beetje op me afkomen. Hè? Wat er nog meer in deze video gaat gebeuren. Ik weet het zelf nog eens. Maar ja. Hallo. Tot nu toe gaat het nog wel redelijk. Ik zeg niet goed, redelijk. Want ja, ik rijd meestal in een Scania. En ja, niet in iets wat anders. Wolf Games, ja. Zou je je ruimtewezens niet aanzetten? Is het nodig? Ja, oké. Kijk, zie je? Ik doe helemaal niks. Ik heb echt een.
Of mijn vrachtwagen die heb een downie. Of mijn toetsenbord is gewoon downie. Ik weet het niet. Want het is niet lekker rijden zo, mensen. Maar ja. Het maakt allemaal niks uit. Het geeft niet. Maar het is niet lekker rijden zo. Dat dan weer niet. Met mijn eigen vrachtwagen heb ik dit niet. Dat ik steeds een afweken naar rechts heb. Want ja. Als dat nog vaker gebeurt, dan ben ik er eigenlijk niet zo blij mee. En het is niet zo leuk om naar te kijken natuurlijk, als we steeds een afwijking naar rechts hebben. Maar ja, ik zie het allemaal wel. Ik ga een keertje achter deze vrouw ergens staan. Gewoon rijden, joh. Oh, mijn vriendin belt me weer. Zoals ik al zeg. Die heb het zo naar de zin als je op YouTube zit.
Ja. Nee, schat, ik kon niet achterblijven op die jongens, hoor. Da-da-da-da-da-da. Het feest kan beginnen, want Wolf Games is binnen. We rijden over de weg. En hij snelle spoedig, ja, tuurlijk. Helemaal. Zo. Even aan het neusje kriebelen. Moet ook wel eens gebeuren, als je jeuk hebt. Moet ik deze bocht natuurlijk wel goed nemen, want ja. Zoals ik al zei, ik heb een Downy vrachtwagen, want die heeft een afwijking naar rechts toe, die wil heel snel naar rechts gaan, wat eigenlijk niet de, ja, nou. Het gaat allemaal nog redelijk zo. Nou, maar toen net niet. Ik geloof dat ik. Nou, oh nee, ik ben niet aan het spook rijden. Ik dacht al even dat ik aan het spook rijden was, maar dat is niet zo, mensen. Kijk, nou, hartstikke mooi. Ik had even mijn twijfels, maar dat is door die vrachtwagen voor ons heel snel weer voorbij. Dus het gaat picobello zo. Het gaat echt goed. Waarom hun nou stoppen, dat weet ik niet, maar. Oh, ik kon gewoon doorrijden. Oké. Waar gaat hij nou? Hij moet ook stoppen. Hallo. Nou, daar gaan we weer.
Hopelijk gaat deze wel. Okidoki, kijk, mooi. Helemaal tevreden. Ik ben ook tevreden. Ik kan het even zo proberen weer, hè? Hoe ik altijd een bocht neem. Oh, kijk eens. Mooi, hè? Waarom stoppen hun allemaal weer? Hoppa. Laat u maar wachten. Wij schieten er even langs. Even wat snelheid minderen, anders gaat het hier goed komen. Hoe zit dit allemaal in elkaar? Wow, abacadabra. Zo, hallo. Wat willen ze mij insturen, joh? Oké. Kijk hoe gek dat ding is, joh. Okay.
Ah, mijn lief, een klein tooijertje. Ah, leuk. Een mini tooijertje. Naar weet ik veel. Ergens ver weg. Dat weet ik wel. Zo, weer een stukje snelweg, mensen. Zo, dit schiet op.
Kijk, man, zo gaat hij weer. Echt waar, hè? Bij een bepaalde snelheid. Echt waar. En ik druk hem nog ineens zo hard in. Ik heb echt een Downy-vrachtwagen. Oh, zelfs links heb ik er ook last van. Godsamme. Echt waar, hè? Mensen, pak voordat mijn eigen vrachtwagen wel weer. Want, hier word je toch moe van. Of de game spoort gewoon niet. Dat kan ook nog. Maar ik denk niet dat het aan de game ligt. Want de game loopt vloeiend. En ik geef maar hele kleine tikjes. Zoals jullie kunnen zien. Ook in de bocht. En dan opeens dan, gaat hij weer daar naartoe. Of daar naartoe. Dus... Het ligt gewoon aan die vrachtwagen die ik nou heb. Op rechte stukken dan loopt die lekker, maar in de bochten dan gaat hij een beetje spastisch lopen doen.
even hier nog een keer te denken. En dan ga ik hem ook wel weer even laten repareren, want dit is nu. Eens even lekker denken. Zo. Is die een interval vol? Dan kunnen we even hier gaan staan. En dan drukken we F7 in. Op enter. En dan gaan we. Ja, we willen hem graag maken. Oops. De bovenste repareren. Die sluiten, die sluiten. Nou, drukken we gelijk F5 in. Hoppa. Dan gaan we kijken waar de weg is. Die is daar. Ja, fijn. Hartstikke fijn dat ik dat ontdekt heb. Nou, maar daar ben ik nou niet zo mee bezig, mensen. Ik sta weer asociaal, ik weet het, maar... was niet echt mijn bedoeling. Maar ja. We hoeven niet zo ver. Nog 240 kilometer. Dat is niet zo ver meer. We zijn over de helft. Ruim over de helft.
Ja, het is goed te liefje. Ik ben de benen. Maar ja, gelijk slapen. Ja, is goed. Slaap lekker. Dag kijkers. Slaap lekker voor dadelijk kijkers. En de groeten van mijn meisje van Denise. Inderdaad. Oké dan. Nou, welterusten, schatje. Welterusten. Doe hem op je. Ja, dames en heren, dat was mijn vriendin die met wat ze bellen. Die bellen. Maar ze was de hele tijd stil. Ja, omdat ik er aan het opnemen ben, dan wil ze me eigenlijk niet storen. Maar ik heb al gezegd van, dat geeft niks. Dat maakt niks uit. Dat vinden ze toch niet zo erg. Vind ik ze juist leuk? Heb ik gezegd, dus. Ja, is toch ook zo? Ja, toch? Ja, is toch leuk? Als je vriendin dezelfde interesses hebt als wat jij hebt, ja, is dat des te leuker, ja, toch? Want Viva Hollande, ja, zijn vriendin, die staat ook op een video, hoor. Die staat ook op YouTube. Ja! Dus. Maar ja, mijn vriendin die wil nooit voor de cam komen. Maar als ze niet wil, dan hoeft ze niet. Als ze wil, dan mag het. Zo is het ook maar net. Maar zoals de stem hoort of zo, dat je er niet ziet en wel de stem hoort, dat vind ze ook goed. Maar dat, ja, moet ze allemaal zelf weten.
Het klinkt raar om te zeggen, maar mijn grootste vriend, dat is toch de camera. Ik sta er liever voor dan dat ik erachter sta. Want ik blijf het toch zeggen. Maar mijn grote vriend, dat is echt de camera. Echt waar. Ik ben liever in beeld dan dat je me gewoon op de achtergrond hoort. Echt hoor, mensen. Dat meen ik echt serieus. Ik kan ook wel eens serieus doen. Ik ben niet altijd serieuze mensen. Dat dan ook weer niet. Maar wat is hier aan de hand? Nou, ik mag gewoon door, oké. Ja, jullie moeten op mij wachten, joh, pannenkoeken. Ik kwam er nog net langs. Steltje oelewappers, waar we ze gaan rijden, zagen jullie al. Ja, steltje pannenkoeken, joh. Oftewel, in mijn termen, waar mijn vriendin dan heel hard om moet lachen, dat zijn stelletje piepo's. Echt waar. Mensen, we zijn er bijna, joh. Ook al heb ik een Downy-vrouw, hè. Maar we hebben toch wel Wim gered. Zelfs met deze Downy-vrouw. Maar ja. Maar leuk is anders. Je kan niet echt goed doorgassen. Als je begrijpt wat ik bedoel. En bij een gangetje of 80, 90 en dan een bocht nemen, dan gaat hij weer raar lopen doen. Dus ja. Ook niet echt een vrachtwagen voor mij. Deze. Een man geloofde ik, dacht ik. Kijk maar, want ik geef nou gas en daar gaat hij weer. Kijk, en nou leggen we echt op ons kantje, mensen. Echt, want ik word er even niet goed van. Kijk, we leggen nou zo, mensen. Ik word er even niet goed van. Weet je? Ik word er helemaal gesloten van. Spiegels word ik er gesloten van, weet je? Want dat is gewoon de vrachtwagen en het ligt echt niet aan mijn toetsenbord. Het is gewoon mijn vrachtwagen. Ja, leuk. Grappig, leuk, haha. Leuk jongens, echt. Maar ja, je bent er wel lekker snel. Maar ja, niet op de juiste manier. Niet zoals hoe ik het eigenlijk had gewild. Ik word er een beetje, hoe zeg ik het netjes? Beetje moe van. Klote vrouw. Sorry mensen, maar dit is echt zo. Ik word er echt een beetje verdrietig van, laat ik het zo maar zeggen. Ik kan me eigenlijk niks meer schelen wat ik er allemaal mee doe, maar die vraag, weet je.
Het is gewoon een kalote vraag. Echt eerlijk waar mensen. Ik ben blij dat ik zo blij ben dat ze er toch op zit. Zover is het al. En dat zeg ik niet gauw. Dat heb ik nooit in mijn video's heb ik dat hoeven zeggen. Dat ik er eigenlijk blij mee ben dat ik er ben. Maar ik meen het echt serieus. Geef hem maar aan. Hoppa, gelijk op enter. Ah, we zijn wel 11, we zijn wel level 11 gekomen. Ook met deze Donnie-vrachtwagen. Maar ja, leuk is anders. Leuk is anders. Ik heb hem eigenlijk voor mezelf niet verdiend. Maar ja, het is een spelletje, je bent een level hoger, je bent een level verder. En ja, level 11, dus... Voor dat spel heb ik dit blokje wel verdiend, maar voor mijn eigen... Nee, niet zo. Ik ben er niet enthousiast over. Ik ben er echt niet enthousiast over. Maar ja... Kijk, dit maakt me toch wel blij met Scania, maar... Dat is voor de volgende keer, mensen. Nou, ik ga hem afsluiten. Nou, mensen, vonden jullie dit toch een leuke video? Al vond ik het persoonlijk geen leuke video. Nou, doe het duimpje bel omhoog. En doe dat ook bij FIFA Landia en bij Eagle Games. En ja, abonneren heel graag. En vergeet dat belletje niet voor al de video's die ik upload en jullie wil laten zien. Hopelijk tot de volgende video. Hopelijk wordt dat wel een betere video met een betere vrachtwagen. Maar ja, het spijt me zeer. Maar ja, het ging allemaal niet zoals ik had gewild. Dus mensen, ik ga afsluiten.